Op zoek naar het hart van de Guineër. Dat is denk ik een mooie omschrijving van het zendingswerk in Guinea. Ik wil graag iets vertellen van hoe de Heere mensen opzoekt met zijn woord. Op de foto zien we moedertje Fatou. Mij vallen altijd haar blije, bruine ogen op. Maar wat gaat er om in haar hart? Wat is haar nood? In gedachten neem ik jullie mee naar Kolia, een dorp in Guinea. We rijden door een prachtig, heuvelachtig landschap. Over hobbelige wegen vol kuilen. En het is warm, heel warm. Na uren rijden komen we aan in het dorp Kolia, waar mijn collega Marlies en ik wonen. In Kolia spreken de mensen Susu. En het is heel belangrijk dat wij die taal ook kennen. Als wij het dorp binnenkomen, dan worden van alle kanten groeten naar ons toegeroepen en wij roepen terug. Anadi, Amuna, Kiok. We zien mensen in Kolia, maar ook mensen die uit de dorpen eromheen komen en naar Kolia komen om naar de markt te gaan. De wegen zijn van zand en de huisjes van leem. Het is elke dag voor de mensen weer hard werken om genoeg rijst te hebben voor de hele familie. Stel je voor dat jij in Kolia geboren was. Dan was dit misschien wel de kookplaats van jouw moeder. Dan liep je hier rond terwijl jouw moeder eten klaarmaakte en keek je of er al iets lekkers te halen viel. Je hoorde je moeder met je tantes praten over een probleem in het dorp. Maar natuurlijk moest jij ook meehelpen met het vele werk. Stro halen, water dragen, afwassen, rijst stampen. Nee, denk maar niet dat als je uit school kwam, je meteen kon gaan spelen. Eerst moest je meehelpen tot alle werkjes gedaan waren. En dan pas kon je gaan spelen. Je zou dan net als de kinderen in Kolia zelf je speelgoed maken. Misschien maakte hij ook wel van een oude jerrycan en wat bamboestokjes een voetbaltafel. Elke ochtend, elke dag horen we 5 keer de gebedsomroep van de moskee. Op vrijdagmiddag zien we mensen met hun gebedsmatje op hun hoofd naar de moskee gaan om te bidden. Alle mensen in Kolia zijn moslim. En ook in de wijde omgeving. Wij zijn de enige christenen. De kinderen krijgen elke ochtend en elke avond Koranles. We horen hen dan hardop het Arabische alfabet opzeggen en Koranteksten uit hun hoofd leren. En deze jongen heeft al veel geleerd. Hij mag nu stukken overschrijven uit de Koran op een houten lei. Deze mensen hebben Gods woord niet. Zij weten niet dat de Heer Jezus de zaligmaker is. En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Deze mensen leven in duisternis. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Gods woord een licht is wat schijnt in de duisternis. Wij zijn naar Kolia gezonden om Gods woord bij de mensen te brengen. En dat proberen we op verschillende manieren te doen. Maar eerst moeten we vertrouwen winnen. Dat begrijp je wel, hè? Want wat zou jij zeggen als er een vreemdeling komt uit het buitenland die de taal niet spreekt en hij komt over een God vertellen die jij niet kent? Zou jij hem dan geloven? Daarom is het belangrijk dat we eerst de mensen kennen en dat zij ons kennen. Van de buitenkant zien we een brede glimlach. En de mensen zijn heel vriendelijk en gastvrij. Maar achter die glimlach zit veel pijn en verdriet. En om in het hart van de mensen te mogen kijken, is het nodig om lang te werken aan relaties. Uren zitten we bij de mensen. We luisteren naar hun gesprekken. We stellen vragen. We willen weten hoe de mensen denken en wat hen bezighoudt, anders kunnen we nooit bij hen aansluiten.
Ik ben dankbaar voor de waardevolle relaties die we gekregen hebben. Dat ik bij mensen in hun hart mocht kijken. Die relaties zijn eigenlijk de sleutel tot de gemeenschap. En als dan de deur een stukje open gaat en je ziet wat er in de gemeenschap leeft, dan schrik je best wel. Ik heb gezien wat de duisternis is waarin de mensen leven. In Kolia is waarzeggerij en tovenarij verweven met het dagelijkse leven. Er worden vervloekingen uitgesproken over andere mensen. Wat is het nodig dat de mensen in Guinea de Heer Jezus leren kennen? Want hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken des duivels verbreken zou. Zoals ik al zei, zijn we naar Kolia gezonden om Gods woord bij de mensen te brengen. En eigenlijk gebruiken we nog maar heel weinig woorden. Wat we vooral doen, is met ons leven laten zien wat het betekent om christen te zijn. Het gebeurt regelmatig dat als we binnen zitten te eten, we kinderen horen aankomen. Slippertjes worden uitgeschopt en een groepje kinderen komt de veranda op. Ze gaan voor de deur en voor het raam staan kijken wat wij aan het doen zijn. En als we dan gaan bidden voor het eten, stoot ze elkaar aan. En we horen hen dan tegen elkaar zeggen, zie je wat ze aan het doen zijn? Ze zijn aan het bidden. Zo doen zij dat dus. Zo wordt er in Kolia besproken wat wij doen, hoe we dat doen en wat we niet doen. Wij vallen op. Niet alleen omdat we blank zijn, maar ook omdat we zoveel dingen zo anders doen dan zij. En dat zet hen aan het denken. Daarover stellen zij vragen. En dat vertellen ze ook weer aan elkaar door. Op de markt heeft een vriendin van mij een winkeltje. En vaak zit ik naast haar op een houten krukje in haar boutiqueje te praten. En na heel veel ontmoetingen vertelde ze mij op een dag van haar grote verdriet. Ze heeft altijd erge buikpijn en ze kan geen kinderen krijgen. En ze vroeg of ze met me mee mocht rijden naar de stad, naar het ziekenhuis. Natuurlijk mocht dat. En ik vertelde dat ik ook zou bidden of de Heere haar wilde genezen. En of hij haar een kindje wilde geven. Ik vertelde er wel bij dat ik zou bidden om Jezus wil. Zij bidden in de naam van Mohammed. Maar ik vind het belangrijk dat ze weten dat ik bid in de naam van de Heer Jezus. Zodat als het gebed verhoord wordt, ook hij alleen de eer krijgt. Toen ze de week erna bij mij in de auto stapte, vroeg ze meteen, en heb je nog voor me gebeden? We proberen Gods woord te delen door het uitdelen van kalenders met bijbelteksten in het Susu. Dat doen we in Kolia, maar ook in de dorpen eromheen. En als we dan zo'n dorp binnenrijden, dan zien we vaak naast de moskee een groepje oude mannen zitten. We worden altijd heel vriendelijk ontvangen. We gaan naast hen zitten en nadat we een poos met hen gepraat hebben, dan vertellen we hen dat we ook een samba, een cadeautje hebben meegenomen. We halen de kalenders tevoorschijn en daar zijn ze heel blij mee. Ondertussen is het hele dorp uitgelopen. Een van de mannen begint de teksten te lezen die op de kalender staan. Hij hoort en ziet niets meer van wat er om hem heen gebeurt. Als we met het dorp een foto maken, blijft hij onverstoord doorlezen. Pas als hij alle teksten gelezen heeft die op de kalender staan, komt hij naar me toe en bedankt hij mij met een brede glimlach. De kalenders worden opgehangen in de huisjes van de mensen, in de winkeltjes en zelfs in de moskeeën. Ook daar hangt Gods levend woord. Hier zien we dat een Koranleraar de kalender een ereplekje heeft gegeven, midden op de muur, tussen foto's van islamitische leiders. Zo rijden we van dorp naar dorp. Hier wonen mensen die Jezus niet kennen, dwalend zonder zijn woord. Zij die de boodschap van Christus niet kennen en ze hebben nog nooit ervan gehoord. Op een gegeven moment reden we achter deze Nissan. We kenden die mensen wel uit Kolia.
Toen kreeg de auto pech. En wij stonden erachter op een smal pad. Ik ging kijken. Dat kon nog wel lang gaan duren. Ik vroeg of we er via de berm langs mochten, want het werd al laat en we waren ver van huis. Het kon net. Toen we er langs waren, verder wouden rijden, hoorden we achter ons hen hard roepen. Hey! Ik gaf gas. Ik zei tegen Marlies, sorry hoor, maar het is al laat. En we kunnen niet altijd iedereen helpen. We voelden ons wel een beetje schuldig. En we moesten denken aan de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Toen we in het volgende dorp wat kalenders gaven aan mensen langs de kant van de weg, kwam die groene Nissan weer met volle vaart aanrijden. Hij stopte naast onze auto en we hoorden weer, hey! Verbaasd keken we op. Hey, wij willen ook zo'n kalender! Dat maakte mij beschaamd. Maar de Heere zorgde ervoor dat ook deze mensen zijn woord kregen. Wij mensen maken fouten, maar met hem kom je nooit beschaamd uit. Op een dag kwam ik langs het huis van deze oude man. Hij woont in een dorpje verderop. Je moet eerst door een klein riviertje lopen en dan het pad omhoog richting het dorp waar hij woont. Ik zie hem zitten en ik loop naar hem toe. Eerst begroet ik hem respectvol door wat door mijn knieën te zakken, mijn hoofd te buigen. Hoe gaat het met u en met uw familie? Zijn er geen problemen? Hij vraagt mij of ik naast hem kom zitten op het bankje. Dat doe ik en vervolgens vraagt hij waar ik vandaan kom, hoe het met mijn familie gaat en waarom ik gekomen ben. Ik vertel hem dat ik hier woon om Susu te leren en gekomen ben met de heilige boeken in hun eigen taal. Ik haal een kalender uit mijn tas en geef die aan hem. Hij neemt de kalender dankbaar aan, maar schudt dan verdrietig zijn hoofd. Hij zegt, vroeger heb ik veel gelezen, maar nu zijn mijn ogen zo oud geworden dat ik niet meer kan lezen. En zijn vrouw vertelt dat hij een Nemui is. Dat is een man die een hoge onderscheiding heeft gekregen omdat hij de Koran zo goed kent. Kon hij nog steeds maar zo goed lezen, dan kon hij ook de Bijbelteksten lezen. Maar baba, ik heb nog iets anders bij me. Dat is een SD-kaartje met de ingesproken Bijbel erop. Die kunt u kopen en die kunt u in uw telefoon stoppen en dan kunt u de hele Bijbel luisteren. De oude man neemt het SD-kaartje in allebei zijn handen. Hij zegt, deze wil ik zo graag hebben. Hoeveel kost het? Overal wordt klein geld vandaan gehaald. En hij vraagt zijn vrouw om nog een keer naar binnen te gaan op zoek naar nog meer klein geld. Tot hij genoeg heeft om het kaartje te kopen. Hij is zo blij. Hij stopt het kaartje in zijn telefoon en begint met luisteren bij Genesis 1. Als ik een paar weken later weer langs zijn huis kom, vertelt hij me blij dat hij al heel veel hoofdstukken geluisterd heeft. Het is de Heere die mensen op ons pad brengt en onverwacht gelegenheid geeft om zijn woord te delen. Een andere manier waarop we Gods woord proberen te delen is door het zingen van Bijbelteksten. Om 7 uur 's avonds is het donker. Wij gaan dan naar binnen, maar de buren zitten buiten. En ook de kinderen rennen de hele avond rond. Wij hebben als enige van de buurt een buitenlamp en daar maken de buren dankbaar gebruik van. Het is dus een heel gekakel van gesprekken en geroep van kinderen. Maar als wij gaan zingen, wordt het muisstil. Allah ga nooit toma. Nou ga je bij, dan ga je.
Bijbelteksten in het Soesoe. Dit was Johannes 11, vers 40. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Mijn collega Marlies heeft ook nog andere Bijbelteksten op melodie gezet. En zo kunnen we ze samen zingen. Buiten wordt aandachtig geluisterd. Het is misschien wel voor het eerst in hun leven dat deze mensen Bijbelteksten horen. Een tijdje geleden zat ik bij een groep buurvrouwen en ze stelden me weer allerlei vragen. Wat doe je op zondag? En hoe bid je dan? We hebben je horen zingen, wat zing je dan? En toen zei deze buurvrouw, wij willen dat ook graag leren. Kun je ons niet zo'n lied leren? Ik was zo verwonderd, toen zat ik daar. Bij al deze vrouwen, buiten Psalm 136 te zingen. En probeerde ik het hen aan te leren. Ik hoop dat nog heel veel van zulke momenten zullen volgen. Dat ik deze moslimvrouwen zingend Bijbelteksten aan mag leren. We proberen ook Gods woord te delen door het verkopen van Bijbels. En misschien vraag je je af, waarom geven jullie de Bijbels niet gratis weg? Nou, dat doen we bewust niet. Want als de mensen er iets geld voor moeten geven, heeft het meer waarde voor hen. Op een dag ontmoet ik Monsieur Sila. Op de foto zie je zijn huis. Ik geef hem en de anderen die erbij staan een kalender. En daar is hij erg blij mee. Hij zegt, ik heb wel het Oude Testament. Maar niet het Nieuwe Testament. Ik zeg, maar die heb ik wel. Hij en de anderen die erbij staan reageren zo verrast. Echt? Wanneer kom je daarmee naar ons toe? Een week later gaan we naar zijn huis en we nemen de Bijbel mee. Als Monsieur Sila de Bijbel ziet en opent, wordt hij erdoor gegrepen. Hij haalt de boekjes uit zijn huis die hij 10 jaar geleden bij een andere zendingswerker heeft gekocht. En die zijn bijna kapot gelezen. Monsieur Sila zit weer te lezen in de Bijbel. En hij stelt veel vragen, hele goede vragen. Als hij de Bijbel gekocht heeft en wij weer weggaan, vraagt hij of we alsjeblieft voor hem willen blijven bidden. Op zoek naar het hart van de Guineër. Nog steeds vraag ik me af wat er omgaat in het hart van moedertje Fatu. Zou ze zich bewust zijn van haar geestelijke nood? Misschien kom ik het op een dag te weten. Het werk in Kolia bestaat vooral nog uit een stil getuige. Door met onze levenswandel te laten zien wie we dienen. En soms is er gelegenheid om Gods woord te delen. Door het uitdelen van kalenders, het zingen van Bijbelteksten of het verkopen van SD-kaartjes of Bijbels. Meer nog dan wij is de Heere op zoek naar het hart van de Guineër. Hij is vol zoekende zondaarsliefde. Mensen die verstrikt zitten in duisternis en leugen, zoekt hij op om als verloren schapen weer terug te brengen. Op een dag zal niet meer Mohammed of de duivel de eer krijgen, maar zal de Heer Jezus alle eer krijgen die hij waard is.